goedemorgen en leuk dat je kijkt naar mijn stagevlog. En zoals je ziet, ben ik helaas niet meer in Frankrijk. Dus dat betekent dat dit echt de laatste stagevlog is in Frankrijk. En kijk vooral even tot het einde, want dan heb ik nog een hele leuke verrassing / nieuwtje. En heel veel kijkplezier op de allerlaatste stagevlog van mijn stage op Camping Spa Marisol. En vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen en te delen met iedereen die je kent. En heel veel kijkplezier. Let it go! What? You wanna be Elsa? Okay. Let's start our adventure! Good Hassan Day! Woo! Onze laatste werkdag. En Nanda gaat een liedje voor jullie zingen. Wacht even, ik moet nog 2 dagen, hè? Niet vergeten. Wacht, het is haar laatste werkdag. Mijne niet. Ik heb 2 dagen vrij gehad, dus ik moet weer. Als de oorlog komt. En als ik dan van. Mag ik dan bij jou? Als het op je komt. Maar ik ben woorden. Mag ik dan bij jou? Als het op je komt. Waar ik niet naar toe kan. Mag ik dan bij jou? Wat ik nooit geweest ben. Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Wacht, sta hem even harder. Ja. Als het nergens anders kan. En als ik moet huilen. Droog jij me trouwen dan. Want als ik bij jou wacht. Mag jij altijd bij mij? Kom wanneer je wil. Ik hou me voor je vrij. Woe! Eyes in that time. Oh wow. Oeh. Jezus van de hoofd. I'm slowly drifting away. Wave after wave. En we hebben zwembad spelen! Ja? Oké, dus laatste dag. Vakantie Leij heeft ge-emailed dat we de spullen niet meer hoeven teruggeven. Elie die had al een gaatje. En we gaan het gaatje nu kijken of ik het gaatje groter kan maken. Magnifique! Je bent weer zilver, hoor. Sorry. Oké, next. It's you. Dus. Het zijn de laatste dagen.
op camping verlaat mij zo. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad hier. Maar vakantielei heeft gezegd dat deze shirts niet meer worden gebruikt. Het is hierbij een gaatje erin. En ik weet niet of Elodie de eer wil doen. Dat ik het zelf moet doen. Ik wil het doen. Wow. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Even aan de tieten zitten hoor. Even aan de badjes. Hij wil niet. Nou, hij is zo ook wel mooi hoor. Nan, worden ze echt heel boos. Scheur hem kapot. Oh, wacht. Wow, zo pretty. Zo pretty. Zo, nou zijn we allebei mooi. Nou zijn we allebei mooi. Okay. Oh, maar hij was echt sterk. Nou, maar dit is zo'n sportje. Die is het, ja. Kick up. Roos. Dames en heren, jongens en meisjes, vanavond om 20:30 hebben wij onze mini-disco. Dus kom gezellig naar het podium voor een dansje met het animatieteam. Om 20:30 de mini-disco. En een leuk weetje, dit is mijn laatste mini-disco. Dus jullie moeten naar het podium komen voor een dansje met het animatieteam. Om 20:30 mijn laatste mini-disco. Dus kom naar het podium en kom nog even supergezellig dansen. En na de mini-disco om 22:00 Ippa! Om 22:00 hebben wij onze magic show. Maar niet zomaar een magic show. Het is een magic show van de piraten. De piraten magic show. Dus dit wil je niet missen. Yeah. It's my birthday, Nanda. Nanda, did you hear me? Now everybody is on YouTube. Yes, yeah. The motherfucker, put your hands up. Oh, sorry, eh? It's going. One more time. Woo. Again, again. Do it one more time. Nee, ze zit vaker. Zo, nou, dat is het dan. De laatste nacht op de camping. Morgen vroeg. Vlieg ik naar huis, naar Nederland terug. Ik heb het wel ontzettend naar mijn zin gehad. Echt waar, ik heb een top stage gehad. Weer, ik heb vorig jaar ook ontzettend naar mijn zin gehad. En dit jaar gewoon weer met een geweldig team, geweldige mensen. Geweldige gasten ook. En morgen in ieder geval om 20:30 gaat mijn wekker. Dan moet ik alles nog even, ik ga nog even dweilen. Even nog mijn beddengoed in de koffer doen. De laatste dingetjes nog even doen. En dan buiten nog even opruimen helaas. En dan komt om 22:00 de baas checken of alles schoon is en gedaan. Dan krijg ik mijn loon. Nog even lekker een zakcentje mee terug naar Nederland. En dan om 22:30 willen we in de auto zitten en willen we naar het vliegveld gaan. Juist, dan ben ik weer thuis. Wauw. Heel raar. Ook wel weer zin. Ik ben er wel naartoe. Lekker naar huis. Dus ja, laatste nachtje. Ik zal zeggen welterusten en tot morgen bij de terugreis.
zitten we dan? We gaan vliegen. Yeah! Ja, en ondertussen ben ik alweer thuis in het koude Nederland. Het is weer lekker aan het regenen, dus dat is een goed begin. Ik ben alweer een tijdje thuis. Het gewone leven is helaas alweer begonnen. Weer naar school gaan, toetsen, huiswerk. Ja, echt het gewone leven weer. Dus dat is super jammer, want ik heb het echt ontzettend naar mijn zin gehad op stage. Het was echt super leuk. Ja, en helaas is dat alweer voorbij. Maar niet getreurd, want volgend jaar ga ik gewoon weer op stage. Mijn laatste stage voor de Vakantielei Lash Academy. Ondertussen ben ik ook al geslaagd voor deze opleiding. Dus dat kan ik jullie al vertellen. Ik heb mijn diploma gehaald voor Vakantielei Lash Academy Animatie niveau 3. Dus om netjes te zeggen, Lash en Hospitality Host. Animatie, ja. Dus ja, dat is super leuk. Leuke uitreiking gehad. En, ja, dat was echt heel leuk. En verder, ja, nu niveau 4 ga ik doen. Ja, dan is nu dus wel deze vlog voorbij. 8 ontzettend leuke vlogs gemaakt en met heel veel plezier gedaan. En ik vond het echt super leuk. Helaas, ja, was natuurlijk de bedoeling dat ik iedere week een upload zou doen vanuit Frankrijk. Ja, dat lukte niet. Maar ik heb wel een super leuk ander nieuwtje. Ik ga namelijk een nieuw YouTube-account beginnen. Elo's Live gaat het heten. Waarin ik nieuwe vlogs ga maken. Wat professionele vlogs. Ja, zoals dit eigenlijk. Want ja, zoals je ziet op mijn account staan er ook wat andere filmpjes tussen. Van Nick en Simon en de hele Mikmak. Ja, dat is niet echt heel professioneel. En niet echt wat ik in mijn straatje vind passen nu als vlogger. Dus daarom ga ik een nieuw account aanmaken. Waar ik ja, dit soort vlogs in ga doen. Over vakanties, stages, evenementen, leuke dingen die ik ga doen, bijzondere dingen. Dus niet zomaar random dagvloggen. Ja, dat vind ik niet zo interessant. En als eerste vlog die ik binnenkort ga maken gaat over Dubai. Ik ga namelijk over een paar weken naar Dubai voor 2 weken. Nou, super gaaf. We gaan ontzettend gave dingen doen. Ik heb al een GoPro aangeschaft, want we gaan dingen doen waar je echt een GoPro bij nodig hebt. Dus ik heb er super veel zin in. Ga vooral naar dat account. Ik zet het linkje hier onderaan. Dus ga dat account volgen. Blijf ook nog op dit account. Want op dit account komen er ook nog gewoon video's. Maar niet meer van mijn stage en vakanties. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een reactie te plaatsen als je dit nou leuk vond. Nou, vond je het nou leuk? Ga dan ook even abonneren op mijn nieuwe account. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in Dubai. Doei!